Ik ben Buf. Ik ben Buf. Ik ben Buf. En ik ben Buf. En ik ben Buf. Wij zijn Buf. Wat ik het mooiste vind, dat het allemaal op een vrijwillige basis gaat. Hoe mensen elkaar kunnen helpen zonder er wat tegenover te moeten stellen. De dankbaarheid die je vaak krijgt, dat vind ik heel ontzettend leuk. En toch een saamhorigheid. En ik denk dat het alleen maar goed is mensen bij elkaar brengen. Weet je, een heleboel hebben geen familie meer, geen kinderen, geen man meer, dan zijn ze helemaal alleen. En dan denk je in eerste instantie van ja, maar wat heb ik te bieden? Of wat zou ik kunnen doen? Het is laagdrempelig, vind ik. Zeer zeker. Het idee om mensen te stimuleren, om zelfredzaam te zijn, elkaar helpen, sociaal actief leven doen, dat idee werkelijkheid geworden. Je vindt er aanbod en vraag en het is zo simpel als wat in principe. Dat is heel vaak bij ruilsystemen wel zo, dat het gelijk oversteken is, maar via Buf is dat niet het geval. We gaan ervan uit dat je in sommige periodes heb je misschien wat meer te vragen en in andere periodes weer wat meer te bieden. En je ziet heel vaak dat mensen in eerste instantie met een aanbod komen en dat als ze iets hebben gedaan, dat ze dan pas met de vraag durven te komen. Als wijkraad zijn, dan wil je toch op de hoogte zijn wat er in je buurt gebeurt. En ik was eigenlijk op slag wel enthousiast voor het principe. Ik vind het toch wel lastig om een vreemde in huis te hebben. Dus daar ben ik nog een beetje huiverig voor. Ik was ook net zoals Julia zegt, van toch een beetje angstig van dus laten mensen, vreemde mensen in hun huis. Kan dat wel veilig genoeg? Wat voor iemand wil je dan? Noem eens wat. Maakt niet uit wie het maar wil met me meegaan even naar de buiten. Ja. Vind ik heerlijk. Niet iedereen kan zomaar aanbellen, dat wil ik niet. En ik wilde eigenlijk ook nog dat het via mij zou gaan. Dus toen heb ik Buf het kantoor gebeld. Manon kreeg ik toen aan de lijn onder andere. Haar dochter is op zoek voor haar moeder. Ja. Dat iemand wat gezelschap kan bieden aan haar moeder, toch? Ja. En daarna zoekt haar dochter ook nog iemand die mevrouw van Duinhoven eens in de week naar de kerk kan brengen. En ontzettend leuk gesprek gehad. Ook helemaal gerustgesteld dat ze zegt, we kennen de mensen die bij Buf advertenties zetten, die kennen we. Hi, ben Mirella. Ben Marja, Margriet. Oké. Okay. Wat je wil. Oh, Marja vind ik wel erg leuk. Nou, doen we Marja. Yep. Prima. Oké. Okay. Dit is Greetje, mijn moeder. Hallo, ik ben Mirella en ik ben degene van Buf die eventueel voor u wil voorlezen, wandelen. Echt? Lichamelijk het oriënteren, dat is eigenlijk het probleem. Ze is echt op zichzelf. En één op één gaat prima, maar in de groep, nee, dan floreert ze niet. Nee. Ik hou van het leven. Nou, gelukkig. Dat heb ik altijd al. Zo. Oh, hartstikke leuk. Oh, nou hé. Ik ga bij mevrouw van Duinhoven voorlezen. Die heb ik ook ontmoet via mijn internet. Kreeg ik contact met de dochter van mevrouw van Duinhoven. Daar heb ik mee contact opgenomen omdat ik vond dat ik wel moest reageren. Dat heb ik gedaan en zij klonk heel leuk door de telefoon, dus dan krijg je al gelijk een soort klik. Ik hoorde ook dat de moeder van Marja, dus mevrouw Duinhoven, veel meer hulp nodig heeft. Dus ik dacht, dat vind ik gewoon leuk om te doen. Nou, misschien als die zo in het water zit, dat die open gaat. Ik hoop het. Tuurlijk, nieuw leven, nieuw bloemetje. Ja. Ja. Kenmerkend voor Buf is dat het heel erg actiegericht is. Dus echt dingen doen, bij de mensen langsgaan, aanbellen, erop af. Op 14 februari, op Valentijnsdag, nou, dan belde iemand aan de deur en die vertelde een of ander over Buf. En toen zei ik, ja, daar wil ik wel aan mee, dat vond ik wel erg leuk. Vooral omdat ik zelf niet werk, wegens mijn ziekte. Maar waar ik het meeste last van heb, is artrose, waar ik heel veel pijn aan heb. En ik heb een hele erge vorm van jicht, waardoor ik heel veel prednisone moet slikken. En voor de rest, ja, ik heb overal wel een pilletje voor. Dat is een van de dingen wat ik leuk vind. Koken en iemand wegbrengen. Ja, en ik heb ook iemand leren kennen. Dat is Maria. En toevallig klikte het echt tussen ons. We zijn ook echt vriendinnen geworden. Ze is echt een leuke vrouw. Ik heb een steenlepen vrouwtje. Hi. Zie je er leuk uit, ja? Ja, dank je. Blij dat je kunt rijden, meid, want ik was echt niet op de kant. Dus ik haal haar op en ik breng haar naar het ziekenhuis. Soms mag ik mee naar binnen om haar te ondersteunen. Ja. Ja, stap je even uit? Ja. Een paar keer heeft ze voor me gereden naar de tandarts. Nou, toen kreeg ik
weer last van mijn darmen. Dus daar lopen nu overal onderzoeken onder. Ja, omdat ik osteoporose heb en mijn schildklier werkt te langzaam, moet ik gewoon elke dag wel een paar uur liggen. Ja, zij kan heel moeilijk lang staan in de keuken, dus ik heb aangeboden voor haar te koken. Dus zij haalt dan de ingrediënten. Ik maak een soort chop choy-achtig. Ik ben de steun voor haar, maar zij ook voor mij. Ja, maar zij weet me heel rustig te maken en daar ben ik heel blij om. En die gaat mij leren met computer, meer met computer om te gaan als ik die toetsenbord heb gehad. Dat wist ik ook niet dat ze kon, maar ze zit er heel goed in. Dus dat zie je, je onderschat mensen. En ik hou van koken, dus ik hoop het wat vaker te gaan doen voor anderen. Dan wel samen, hè? Vanuit BUF willen we altijd daar zijn waar de reuring is, waar activiteiten zijn, waar mensen samenkomen. Om op die plekken mensen ook te benaderen en ze te vragen of ze bekend zijn met BUF. Van harte welkom bij de eerste buurtlunch in de Sprong. BUF heeft samen met het Vadercentrum het initiatief genomen. En volgens mij hebben jullie allemaal een connectie met BUF. De vier doelen van Vadercentrum die sluiten helemaal aan BUF. En dat is eigenlijk ook de weg waar ze doelen kunnen bereiken. Dus op het gebied van sociale netwerk, op het gebied van vaderschap, op het gebied van zichzelf ontwikkelen en krachtig maken. Dank u wel. Hartstikke bedankt. Dag mevrouw. Heel erg belangrijk is dat het uitgaat van de mogelijkheden die mensen hebben en niet zozeer vanuit de problemen. Dus juist denken in kansen en in positieve. Het levert eigenlijk meer kracht op om ook weer beter te kunnen dealen met die problemen, wat ze ook zijn. Een aantal jaren terug heb ik een crisis gehad, ben tijdelijk bij de GGZ gekomen. Ik heb een vorm van autisme, een milde vorm wel, maar daardoor ben ik dus hier gekomen. Toen ik het voor het eerst zag, de naam BUF, dat was volgens mij in het krantje van de wijkraad. En toen dacht ik, het lijkt me hartstikke leuk om daar wat voor te betekenen ook. En dacht ik van, nou, ik zou wel Franse les aan willen bieden. De Mandela Buffer, is dat exercice? Je peut le traduire? Je voudrais un baguette, s'il vous plaît. Au revoir. Très bien. Ze doen echt hun best en ze zijn heel gemotiveerd. Ontspannen ook en ik kan niets anders zeggen dat het een hele leuke groep dames is. Kom maar goed zo. Even kijken. Kijk, staat bij de favorieten hierboven. De BUF-site. Ik heb dus contact met iemand in de buurt die het heel moeilijk heeft. En ik word daarin door BUF ondersteund als ik dat nodig heb. Ik werd gebeld van hoe gaat het contact en hoe loopt dat. En ja, nazorg zou je het haast kunnen noemen, na de match. Ik ben chronisch ziek, dus daarom heb ik geen baan buitenshuis. Ik heb Connie leren kennen via BUF. Goed, kijk uit voor de basis. Ja, zal ik zeker. Wij breien voor kinderen in Roemenië met name, maar ook wel daklozen. Nou, je ziet de dozen vol, ga je lopen uitzoeken. We horen dat daar behoefte aan is, dat mensen graag ook een breiochtend of zo willen. En daar zijn we dus over aan het nadenken hoe we dat vorm kunnen geven. Natuurlijk breien verbindt. Ja. Leek ouderwets, want als ik het in mijn familie zeg, lachen ze, dan zeggen ze breien, kom. Connie heeft zich in eerste instantie vanwege het breiproject bij BUF aangemeld. Ja. En ook de vraag toen voor haar dochter. Haar dochter met een verstandelijke beperking. Dus ik zoek eigenlijk zelf voor haar iemand die met haar gaat zwemmen één keer in de week. En niet omdat ik het niet kan, maar omdat het goed voor haar is. En omdat het denk ik heel leuk is voor iemand, een vrijwilliger. Ik vind zelf, maar dat is omdat ik het ken natuurlijk en omdat het mijn dochter is, dat je helemaal niet zoveel in huis hoeft te hebben. Een beetje empathie, een beetje gevoel voor mensen, een beetje liefde voor mensen en doorzettingsvermogen. Maar die hebben we toen verwezen, omdat we dachten dat is best een hele grote vraag. Misschien als mensen met haar in contact komen en haar zien, dat ze het ook leuk vinden om met haar op stap te gaan. Ja. Het is veel breder. Het is niet alleen maar omdat ik graag wil dat zij ergens naartoe gaat. Nee, je biedt anderen ook wat. Donut. Ik denk wel dat het van belang is dat er altijd een paar professionals betrokken blijven, omdat juist die bemiddeling zo van belang is. En omdat het soms heel belangrijk is om goed in te schatten wat mensen echt nodig hebben of dat er een vraag achter de vraag zit. En ik zie dat een aantal mensen hebben inderdaad heel veel contact opgedaan via BUF of hebben iemand gevonden die ze helpt met een klusje. En op een wijze dat je denkt, ja, ik had niet geweten hoe dat anders opgelost had kunnen worden. Want het zijn over het algemeen ook mensen met een kleine beurs, mensen die soms geen groot netwerk hebben.
En dan zie ik echt in de praktijk dat dat absoluut effect heeft en dat het wat kan opleveren. Fantastisch initiatief. En ik kan absoluut stellen dat mijn leven rijker is geworden door BUF. Echt omdat je het leuk vindt om iets voor een ander te doen of met een ander te doen. Dat iedereen helpt. Dat mensen voor elkaar klaarstaan, ik vind dat geweldig. Ik vond het ook wel heel leuk om te zien hoeveel er wordt aangeboden en gevraagd. Ja. En het is heel leuk ook om te kijken of er iets is wat jij voor iemand anders kan doen, wat iemand anders vraagt. Vanaf het moment dat je iets leuk vindt en dat je denkt van nou dat kan ik ook goed of dat kan ik en dat ligt me wel, dan is die stap wel makkelijk gezet. BUF heeft tot nu toe mijn stoutste verwachtingen overtroffen. Zeker hier in de slachtersbuurt, maar met name ook als ik zie op de website van BUF wat er in het centrum allemaal niet voor vraag en aanbod opstaat. Ik was dus BUF van de maand geworden van Haarlem 105. Omdat ik al zoveel had gedaan en daar was ik best wel heel trots op, vond ik heel leuk. En je hoort hier ook met de buurtmaaltijd ook mensen die dan elkaar ergens zeggen van ja, ik wil dat of dat gedaan. Weet je dan niet dat je dat bij BUF kan doen? En zo rolt het balletjes langs van aan door en dat leuk.